liefde. Wist je dat de eerste eigenschap waar je opvalt, dat iemand dat ook heel vaak de eerste eigenschap is waar je je aan begint te irriteren? Wist je dat? Precies al wel. In het begin denk je nog, wauw, prachtig. Die wijnvlek in haar gezicht. Maar na 10 jaar denk je toch ook van, zet er maar een tattoo over. Je hebt er ook niks op te zeggen op Piopa, waarom dat je verliefd wordt. Je hebt er niks over te zeggen. Dat is een stofje in je hoofd. Endorfine heet dat. En als dat vrijkomt, als je iemand leert kennen, als je, dan blijft dat 3 maanden lang blijft dat in je hersenen zitten. Daarom dat je zo de eerste 3 maanden het gevoel hebt van op een roze wolkje te zweven en je eigenlijk de fouten van de ander niet kunt zien. Maar vanuit dat standpunt kan toch iemand eigenlijk alleen maar op termijn tegenvallen. En lelijker worden. Vooral lelijker worden. Dat je na 3 maanden wakker wordt en dat je denkt, oh my god. Ik lieg hier naast een plork. Ken je dat, plork? Perfect lichaam onder rottekop. Ja. Maar ondanks alles, mensen, is het toch belangrijk om positief te blijven. Kijk, ik bijvoorbeeld, ik heb heel veel schrik dat als ik later heel oud ben, dat ik dan alleen zal sterven. Maar dan hoop ik wel, als ik alleen sterf, dat ik vreedzaam doodga. Zoals mijn grootvader. Stom dronken achter het stuur in slaap vallen. En dan zoem, door de vangrail travijn in naar beneden. Niet schreeuwend en roepend, zoals de passagiers in zijn auto. Ze durven tenminste niet alleen. En dat is positief denken. Ja. Ik heb dat geleerd van mijn grootvader. Die zei altijd, Pieter, je moet kijken naar de geschiedenis. Omdat de geschiedenis zo positief is. Natuurlijk. 90% van de geschiedenis bestaat uit plunderingen, verkrachtingen, moord. Hè. Dat is nu niet echt zo positief. Tweede Wereldoorlog, slavernij, crocs. Hè. Nee. Maar je moet het op de juiste manier bekijken. Achterstevoren. Neem eender welke gebeurtenis in de geschiedenis, draait die om beter. Ik heb het gevoel dat ik hier een voorbeeld van moet geven. Het Jezusverhaal. Jezus die wordt dan geboren aan het kruis. En de Romeinen die zien dat. Die denken, hey, wat gebeurt er hier? En die zijn helemaal in de war. Dus die halen Jezus van dat kruis en die trekken de spijkers uit zijn polsen en enkels. En ja, oké, wel lullig van de Romeinen dat ze dat Jezus met dat veel te zware kruis die berg terug achterwaarts naar beneden laten lopen. Dat is wel een rotstreek, geef ik toe. Maar eens dat Jezus aankomt, wordt hij vrijgesproken en schuift hij aan tafel bij zijn beste vrienden voor het eerste ochtendmaal. En hij neemt het brood terug af van zijn leerlingen met de woorden... Geef terug. En dan gebeurt er een echt mirakel. Een echt mirakel, want Jezus pakt al het brood terug en hij ontbreekt het brood in 1 stuk. Oh. En dan gaat Jezus naar een trouwfeest waar er hard wordt gedanst. Maar als domper op de feestvreugde verandert Jezus alle wijn in water. Godverdomme! Dan gaat Jezus naar een willekeurig persoon staan, doet een of andere Houdini-spreuk en een man die in perfecte gezondheid verkeert, die wordt op slag melaats. Ja. En iedereen is kwaad op Jezus. Maar Jezus die probeert de aandacht nog af te leiden door over het water te moonwalken. Hij wordt verbannen van het feest, onterecht, denkt hij. En hij steelt alle broden en vissen. Hij springt op een ezel en hij rijdt achterwaarts richting Bethlehem. Maar Jezus is doodop. Dus hij rijdt voorbij een stalletje. En hij doet de deur open en hij kijkt recht in het aangezicht van de 3 dommerikken uit het westen. Ga weg, mijn roemel. Ik ben moe. En Jezus kruipt in de voederbak. Als Jezus terug wakker wordt, kruipt hij terug in de baarmoeder van Maria. Haar buik krimpt ineen. Een schijnheilige geest ontzwangert haar.
Hè? Een soort amateur-aborteur, eigenlijk. Hè? En opeens is Maria niet meer zwanger. Jozef, Jozef, ik ben niet meer zwanger, ik ben niet meer zwanger. De Jozef blij. Oef, ja. Ik vond het allemaal vreemd met die geest. Kom, we zijn hier weg uit die stal. We gaan terug naar Nazareth. En heel dat dorp, die staan erop te kijken. En die zijn daar zo van in de war dat iedereen zoiets heet van... Die jaartelling, kom, we schaffen dat af. Einde. Kijk, dat was een leuk Nieuw Testament geweest.